Dit is de module Dubbele Diagnose. Een cliënt kan zowel een drugs- of alcoholverslaving als een andere psychiatrische stoornis hebben. Weet jij hoe je moet omgaan met een cliënt met een dubbele diagnose? In deze module leer je hoe je in de behandeling van een cliënt aandacht geeft aan beide stoornissen. De stoornissen vertonen samenhang en de verslaving kan de behandeling van de andere stoornis in de weg zitten of juist andersom. Weet jij wat het belang is van de onderlinge samenhang in de behandeling van jouw cliënt? De module is bestemd voor hulpverleners die werkzaam zijn bij een GGZ-instelling en voor hulpverleners binnen een verslavingsinstelling. In de module kun je het pad kiezen dat voor jou van toepassing is. Als je de module hebt gedaan, weet je wat er gebeurt bij een cliënt met dubbele diagnose en hoe je de behandeling geïntegreerd aan kunt pakken. De module bestaat uit theorie, casussen. En een afsluitende toets. Je gaat aan de slag met vijf praktijksituaties die verschillende fases binnen de behandeling van één cliënt belichten. Zo zie je het intakegesprek van de cliënt, waarna je reflectieopdrachten krijgt. En je leert in een andere casus bijvoorbeeld welke informatie je met je team deelt. Samen met dit team en met de cliënt reflecteer je op zijn behandeling en je leert welke meetinstrumenten je kunt inzetten om hem het beste te ondersteunen. De casussen bevatten open vragen, multiple-choice vragen en interactieve opdrachten, zoals het kiezen van een passende behandeling voor je cliënt. Vanuit de casussen heb je toegang tot de theorie, waar je onder andere leert over meetinstrumenten bij verslaving en je leert het belang van de presentiebenadering en hoe je deze kunt inzetten. De module Dubbele Diagnose is geschikt voor nieuwe medewerkers en voor bijscholing en kan worden ingezet in een blended traject. Of als zelfstandige e-learning module. Veel plezier met deze module!